ja, ik zou het niet willen, maar je hebt wel, ja, er zit wel iets raars aan. Ja, dat bedoel ik. Voordat ik überhaupt iemand ga beschuldigen, moet ik dat gewoon zeker weten. Dus ik moet me erin gaan verdiepen en het allemaal gaan onderzoeken. En ja, als het zo is, mijn hemel, dan hebben we wel een strop. Ze heeft duizenden mensen opgelicht. En daar is hier het bewijs van. Kijk, dit is die declaraties. Hier staan die chauffeurs op die niet bij ons in dienst zijn of überhaupt zijn geweest. En dat gaat door. Hier, maand na maand, heeft ze dat afgeschreven. Nu is het genoeg. Dit komt zo hard bij hem binnen. En hij wil het eigenlijk niet, maar ik denk wel dat hij het voelt. Ja, zuster vandoor! Ja, nou, misschien eens even geld wegbrengen naar de bank of zo. Ja, ja, dat kan toch? Ja, met de koffers en alles weg. Misschien is er iets anders aan de hand. Ja, ja, wat dan? Naar buitenland, ja. Met ons geld. Danielle zit in voorlopige hechtenis. Ja, goed. Stukje taart. En die nog steeds zit. Ik bedoel, ze heeft ons belazerd. Heeft ons geld gestolen. 25.000 euro. Het is niet zomaar iets. En hij heeft zoiets van, ja, maar ze heeft me niet belazerd. Hij gelooft op de een of andere manier nog steeds in haar. Nou, daar kan ik mijn pet niet bij. En Liefke ging ook helemaal uit de plaat. Dus ik moest wel even ingrijpen. Maar ja, in feite heb ze gewoon gelijk. Ja, het was niet alleen Pieter die oogklep op had. Ik had ze net zo goed. Ik heb het gewoon niet gezien. En bij mij gebeurde het ook. Ik bedoel, gewoon bij mij op de zaak. Dus ik zal voortaan wel alert te zijn. En dat gaat me niet nog een keer overkomen. Een speciaal woord wil ik richten tot Merel, mijn rechterhand. Zij weet als geen ander wat Ludo wilde. En Merel, het is misschien niet altijd even duidelijk, maar jij bent echt van onschatbare waarde voor mij. En ook om vol te houden. En vooral wil ik jullie vragen om loyaal te zijn. Misschien niet ten opzichte van mij, maar in ieder geval ten opzichte van Ludo. Het was heel aardig wat je vanmiddag over mij zei. Oh, maar ik meen het ook. Je merkt het misschien niet altijd aan me, maar je bent echt een enorme steun voor me. Ga anders lekker naar huis, hè? Het is niet dat ik je niet wil steunen. Ik werk graag voor Ludo. Werkte, bedoel ik. Sorry. Ik neem ontslag. Waarom? Dat is beter. Ah, Merel, alsjeblieft. Niet nu. Ik heb gespioneerd. Voor Dian. Ik heb er allerlei informatie doorgespeeld en daarom is Sanders Inc. Boltwer en Alvida verloren. Het spijt me.